Kijk maar. Want ik zit op een fiets. Mijn stadsfiets, inderdaad. Ja. Ik zit op een fiets en ik rij nu, as we speak, door het atrium van het Rijksmuseum. Oftewel de ontvangsthal die je ongetwijfeld wel kent, die een aantal jaar geleden is geopend. Die prachtige hal hier, kijk. En ik rij nu, lekker tempootje, zo heerlijk door het atrium heen. Misschien dat ik straks voor de wielrenners onder ons nog een leuk Strava-segmentje hier aanleg, waar ik dan een kommetje heb en daar komt helemaal nooit iemand meer aan. Want dit is echt extreem bijzonder. Deze is afgevinkt, maar daar kwam ik niet voor. Ik kwam hier om mooi werk te gaan bekijken. Nou eens een keer rustig, zonder dat al die toeristen voor je staan. Want het is hier altijd ongelooflijk druk. En nu? Je hoort alleen maar de man. Ik weet niet of je me hoort, maar... Ja, er zit altijd een man in die onderdoorgang van het museum. Zit altijd muziek te maken. Die zit er vanavond ook. Die hoor je. En voor de rest is het stil. Kijk. Er is niemand. Behalve ik. Behalve ik. En ik mag nu het museum in. Daarvoor moet ik daar naartoe. Trappetje op. Ik denk dat we vanaf nu ook moeten gaan overschakelen naar het account van het Rijksmuseum. Want ik kan niet met mijn eigen telefoon, er wordt allemaal heel gedoe. Dus we schakelen over naar het Instagram-account van het Rijksmuseum. Welkom. Welkom allemaal voor de nieuwe kijkers die mij net niet hebben zien fietsen. Je hebt wat gemist. Ik ben namelijk gewoon het fucking Rijksmuseum ingefietst op mijn stadsfiets. Die heb ik daar geparkeerd. Het is krankzinnig dit. Echt, het is nu al leuk. Weet je wat? We stoppen gewoon. Ik ga nu weg. Nee. We gaan nog veel leukere dingen doen. Ik ga hier naar binnen. Ik ga een trappetje op. En dan ga ik zo meteen iemand ontmoeten die mij alles kan vertellen over twee dingen waar ik echt iets over wil weten in het Rijksmuseum. Ik kom hier best wel vaak. Allereerst omdat het een fantastisch mooi gebouw is met een super mooie sfeer. En natuurlijk heel mooi werk. Maar over sommige dingen wil je misschien soms zelfs wat meer weten. En ik mag alles vragen vanavond, dus dat ga ik dan ook zeker doen. Kijk, hier kom je ook niet altijd, want meestal ga je via die grote trap. En dan kom je hier ook uit. Maar er zijn misschien nu al wel vragen. Even kijken. Oh ja, ik had een bril, hè? Ja. Sanne. Die kan ik wel lezen. Oké, Sanne. Erik. Jouw lichaam lijkt wel een museum. Bedankt. Wat is je nieuwste aanwinst? Ik probeer van mezelf ook een soort kunstwerk te maken. Dat is deze haai. Die is gisteren op mijn enkel, op mijn kuit gezet. Voor wat het waard is. Freek dus, vraagt... Vanaf welke leeftijd begon je kunst echt te waarderen? Dat was eigenlijk een heel mooi verhaal. Ik zal proberen kort te vertellen. Ik kom uit Arnhem, of uit Oosterbeek. En in Arnhem heb je het gemeentemuseum en daar had je Pierre Jansen, de directeur van het gemeentemuseum. En die man had Parkinson, of in ieder geval een ziekte waardoor die vertrilde. En die deed op zondag rondleidingen voor kinderen. En dan liepen we een zaal in en dan zei hij, kom maar mee. En dan zei hij, kijk nu naar links. En kijk nu naar rechts. En kijk naar links. En kijk naar rechts. En kijk naar rechts. En als je twee keer dezelfde kant op hebt gekeken, dan vind je dat dus blijkbaar mooi. En dat ben ik nooit vergeten. Dus als ik een museum inga, loop ik. En ik ga niet bij alles stilstaan en dat helemaal tot in detail bekijken. Maar ik loop en ik kijk en ik kijk. En als ik twee keer naar dezelfde kant kijk, dan weet ik dat ik iets mooi vind. En dan ga ik me erin verdiepen. En hier mag ik naar binnen. In naam van Oranje... Hey! Hey, Erik. Oh, welkom in de Waterloozaal. Oh, prachtig. Dit is Evelien. En Evelien weet alles van deze, in ieder geval van deze zaal. Ik ga mijn best doen. Ja, fijn dat je er bent. Ja, leuk. De Waterloozaal is voor mij bijzonder, maar is die voor jou ook bijzonder? Ja, want er hangt ons grootste schilderij, dus dat is alleen al, vind ik, dat is een bijzonder item. Het is 6 bij 8 meter, dus daar loop je niet zo snel aan voorbij. Nee. En je ziet hier ook 's ochtends vroeg eigenlijk altijd al heel veel mensen zitten. Dus het heeft een enorme aantrekkingskracht.
Laten we even beginnen bij wie is het en wat staat er eigenlijk op voor de mensen die dit nog nooit hebben gezien? Het is geschilderd door Jan-Willem Pieneman. Ja. Het toont de slag bij Waterloo, maar dan niet alsof het een momentopname is, maar echt als een groepsportret, eigenlijk een collage van allerlei gebeurtenissen. Ja. En het gekke is dat er natuurlijk hier altijd wel heel veel mensen zitten, maar dat je kunt afvragen of mensen eigenlijk wel weten wat die slag bij Waterloo, wat daar precies gebeurde. En ik vind dat zelf ook altijd, het is best wel een hele ingewikkelde tijd in de geschiedenis van Nederland. En in de geschiedenis van Europa. Hè? Als je bekijkt dat daar eigenlijk het hedendaagse Europa gevormd is. Ja, klopt. Ja, Europa was 15 jaar eigenlijk in de macht van Napoleon. Ja. En dit is het beslissende einde van Napoleon. Nadat hij nog, hij was verbannen naar Elba op een gegeven moment. Die enorme opmars. Ja. En dan wordt hij verbannen naar Elba. En dan ontsnapt hij, terwijl het congres van Wenen eigenlijk aan het vergaderen is over die toekomst van Europa en verdelen. En hoe kan Nederland samen met België en Luxemburg een buffer vormen tussen Frankrijk en Engeland. En Napoleon een beetje op afstand houden. En Napoleon ontsnapt en dan is er paniek. Hij trekt ook echt een spoor door Frankrijk omhoog. Ja. Tenminste, dat is wat ik altijd heb gehoord. Is dat, dat hij een spoor door Frankrijk, dus hij komt aan vanaf Elba in Zuid-Frankrijk en dan helemaal dat land door. En dat er ook steeds meer getrouwen zich bij hem aansluiten. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat hij in een hele korte tijd toch weer een enorm leger mobiliseert. Terwijl je ook denkt, misschien waren die ook wel een keer moe van al die veroveringsdrang. Ja. Nou ja, en dan is er het leger onder leiding van Wellington. En die zien we hier centraal op zijn paard. Die voert de Britse en Engelse troepen, of de Britse en Nederlandse troepen aan. Samen met Blücher, met de Pruisische troepen. En die proberen een front te vormen tegen Napoleon. En dat lukt uiteindelijk. En Pieneman heeft gekozen voor het moment dat Fremantle, dat is die man daar met die hoed, dat is de adjudant van Wellington. En die roept de Pruisen komen eraan. Dus dat is een heel beslissend moment in die strijd. Ja, want als de Pruisen komen, dan hebben ze drie legers die tegen Napoleon die hem in kunnen sluiten en bij Waterloo kunnen afvlaggen. Ja, en dan is het En deze man. Want dit is een bijzondere, hè? Dat is onze Willem. Ja. Dat is onze Willem. Nou ja, nee, maar goed, tijdens het congres van Wenen, dan is onze Willem I, de koning Willem I, die is daar aanwezig, maar zijn zoon... Dit is de prins van Oranje op dat moment, toch? Ja. Die is de bevelhebber van de Nederlandse troepen. Ja. En die raakt gewond bij Waterloo. En dat komt zijn vader eigenlijk hartstikke goed uit, want daarmee heeft hij... Ja, kan hij dat gebruiken als een scenario om die nieuwe natie een beetje vorm te geven? Mag er niet aan zitten, dat zal ik ook niet doen. Maar daar staat wel voor koning en vaderland. Ja. Hij ligt hier gewond. Ja, de reden waarom ik dit heel graag met jou hier bij dit schilderij wil staan, is dat ik heb 1,5-2 jaar geleden meegedaan aan een aflevering van Verborgen Verleden op televisie. Ja. En daar kwam uit dat in mijn familiegeschiedenis... een voorvader van mijn vader. Mijn vader heeft mij altijd, toen ik klein was, meegenomen naar Waterloo. En dan stonden we boven op die heuvel, die daar nu is, met die leeuw bovenop, over deze slagvelden uit te kijken. En daar ging ik met mijn vader heen en mijn vader vertelde daar dan over. En later toen ik zelf een vriendinnetje kreeg, nam ik mijn vriendinnetje daar mee naartoe. Toen ik mijn vrouw, ben ik daar ook heen geweest. Ik heb mijn kinderen mee daar naartoe genomen. En ik heb het altijd fascinerend gevonden. En door die aflevering van Verborgen Verleden, kwamen we erachter dat een voorvader van mijn vader gevochten heeft... Maar dat wist je niet. Dat wist ik niet in het regiment van deze man. Ja, maar dan niet bij Waterloo, maar bij Quatre Bras. Dus 2 dagen voor de slag bij Waterloo, waarin de Nederlanders dus al probeerden... Napoleon tegen te houden. Dat is het verhaal van mijn familie. En op de een of andere manier greep dat mij op dat moment loeihard bij mijn strot... Omdat ik een soort geschiedenis met dat Waterloo heb. En opeens blijkt dat daar dus mijn familie... Dat je daar een connectie mee hebt. Niet die rol gespeeld hebben, maar die heeft daar dus wel... Johannes van Zwaai was daar flankeur in het regiment van deze
Ja. Van deze man. Maar dat vind ik heel bijzonder dat je daar dus al met je vader bent geweest, maar toen niet wist van die connectie. Die wist dat ook niet. Mijn vader wist het ook niet. Dat is geen toeval natuurlijk. Ja. Nou ja. Maar daar kijk je nu waarschijnlijk met heel andere ogen naar dit spektakel van een doek, wat misschien voor heel veel kijkers ook en voor bezoekers een beetje, ja, dat komt ontzettend veel op je af, maar wat moet je nou, waar moet je met het andere kijken? Spektakel, wat ik, maar dat weet zij waarschijnlijk wel, hoe krijg je zo'n doek hier naar binnen? Want het is 6x8. Ja. Wordt dat opgerold? Of? Ja, precies. Ja. Dus het kan uit de lijst en is het heel voorzichtig opgerold en ook tijdens de hele renovatie van het museum was het opgerold en was heel spannend natuurlijk hoe die verf zich zou Ik weet het, maar daar gaat het dus niet stuk van blijkbaar. Nee, dat kan het wel hebben, maar het was wel ontzettend spannend. Ja. En hoe maken ze dit schoon? Nou, daar komt een hoogwerker aan te pas. Ja, die wordt hier naar binnen gereden. Alle schilderijen moeten schoongemaakt worden, omdat er natuurlijk gewoon door al het bezoek ontzettend veel stof opkomt. Nou, dat is grappig dat je het zegt, want het is nu 7:45. Het is een hele hete dag geweest. Ja. Je voelt nog de aanwezigheid van de mensen hier. Op sommige hoekjes ruik je ze ook nog een klein beetje, maar dat heeft natuurlijk ook... Dat is het slagveld. Ja, het slagveld van een dag Rijksmuseum. Maar dat heeft ook invloed op zo'n schilderij natuurlijk. Ja, maar dat wordt wel heel goed in de gaten gehouden. Maar het klimaat proberen we zo constant mogelijk te houden. Ja. Maar dat is inderdaad, als er heel veel bezoek is, wat altijd in deze zaal eigenlijk het geval is, dan wordt er extra goed op gelet. Ja. En waarom hangt dit eigenlijk hier en niet in Waterloo bijvoorbeeld? Het is, je ziet wel dat de ontzettende prominente plek van de Britten op dit schilderij, maar dat is gemaakt, Pieneman maakte het eigenlijk voor Wellington. Ja. En toen kwam de prins van Oranje kijken toen het af was. En toen dacht hij, ja, maar ik sta daar ook op, het is een heel belangrijk doek. En toen heeft hij meteen geboden en eigenlijk Wellington de pas afgesneden. Het is ook een soort Waterloo, maar dan weer anders. Als je vragen hebt trouwens, dan kan dat. Hè? Dan stel de vraag, ik heb hier weer twee, waarvan ik er eentje... Nou ja, ik ga hem zo stellen. Maar je kunt vragen stellen. Hè? Doe dat. Dan de leukste die halen we eruit. Of de meest interessante halen we eruit. En daar gaan we dan antwoord op geven. Soraya vraagt namelijk, bij Waterloo denk ik meteen aan ABBA. Zing eens een stukje. Kunnen wij dat samen? We kunnen wel op dansen. Nou, daar zullen wij vriendinnen wel om lachen. Want ik denk Soraya ook, ja. Want? Nou, ik weet heel weinig van muziek, zal ik je maar meteen vertellen. Geeft ook helemaal niks. En mijn vriendinnen zeggen altijd dat ik ben blijven steken bij ABBA. Dus dan kom ik nog net zover. Dan zeggen wij bij deze goede keuze. Ja. Ja, maar als je daaraan denkt, is het prima. Evelien en Erik, het is leuk. Stefan Bergman 2, want er is bijna ook een Stefan Bergman 1. Waar Tijmen, die we ook welkom heten natuurlijk. Evelien en Erik, dat vind ik een leuke vraag. Verzamelen jullie thuis ook iets? Nou, ja, kom eens langs. Nee, mijn hele huis is een verzameling. Echt waar? Ja. Ja, nee, ik heb een ontzettende extra. Dus ik probeer altijd van alles mee te nemen. Van vakanties, van belangrijke plekken. Ik kan heel slecht iets weggooien. Nou ja, daar worden mensen soms wel eens een beetje bij ons in huis gek van. Ja. Maar het is een soort drift die je hebt om iets tastbaars te bewaren en... Ik vind het heel erg leuk dat bij elk object een verhaal hoort. En soms is dat een geschiedenisverhaal en soms een geschiedenisverhaal van ons gezin. Dus ik ben een enorme verzamelaar. Is dat ook de reden waarom je dit merk doet en zo leuk vindt, of niet? Ja, nou, ik was als kind speelde ik al museumpje. Als je terugkijkt is het wel een soort onontkoombaar iets, zou je bijna zeggen. Maar ik had een kast in mijn kamer en daar maakte ik verschillende opstellingen met tekstbordjes en zo. Zo ver ging dat. Museumpje thuis en, maken. Jij? Ik verzamel niks eigenlijk. Herinneringen merk ik. Ik merk dat ik meer een soort laadjes in mijn hoofd heb waarin ik alles opsla. Want het is bij ons al zo'n troep thuis. Dus als ik dat doe, dan wordt het helemaal een drama. Ja. Vragen stellen kan dus en mag. Als jij iets verzamelt, laat het ons ook weten. Dat vinden we ook wel leuk. Wat ik nog even wil zeggen met deze Pieneman. Ik vertelde dat verhaal over die Johannes van Zwaai. Ja. Dat andere schilderij. Van Quatre Bras. Van Quatre Bras, waar de prins van Oranje met zijn steek de troepen aanvoert. Omdat hij zijn sabel is vergeten in Brussel. In de snelheid, schijnt. Ja. Daar staat het regiment waar die Johannes van Zwaai is. Dat staat daar op, maar dat hangt hier niet. Hè? Dan moet je naar Soestdijk. Dan moet ik naar Soestdijk. Ja.
Ja, dus dat is het schilderij wat eigenlijk echt voor Willem I is geschilderd. We gaan naar Soestdijk. Nee, ja. Dat doen we. Ja. Nee, nou, ik wil je iets anders laten zien. Ja, precies. Ja, dat is, dit is echt een fantastisch mooie zaal. Hè? Ook met dit wapentuig en dergelijke. Als je het nou over verzameldrift hebt. Ja. Dit is een jongetje van 13 die tijdens de Belgische opstand te jong is om te vechten. Ja. Maar wel gefascineerd raakt door die strijd. En van alles over die Belgische opstand gaat verzamelen. En die spullen gewoon op de stad. En dat is eigenlijk een museumtje in een museum. Ja. Geweldig. Maar wat ik net bedacht is, want ik begreep dat je op de fiets hier naartoe bent gekomen. Dat klopt, ja. En er is een hele mooie link tussen Waterloo en een fiets. Vertel. Zie je dat? Nee. Bij Waterloo zijn ontzettend veel paarden gesneuveld. Ja, dat weet ik wel. Ja. Duizenden. Ja. En dat betekende dat na de slag bij Waterloo er een enorm tekort was aan paarden. Ja. En toen heeft dat betekend een versnelde invoer van de fiets. Oh, echt waar? Nou, dat is ook weer een mooie connectie. Is dat dan door een Fransman of door een Fransman of een Belg uitgevonden uiteindelijk? Nou, dat antwoord... Die zoeken we op. Dat weet de kijker misschien. Ja. Maar Wij lopen nu eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk, we lopen te snel. Ik kan fietsen, maar ik kan ook rennen hier. En dat doe ik omdat ik weer een paar vragen van je wil. Maar ik krijg... Ja, hier. Ja, we lopen. Zo, daar zijn we. Eerst kijkersvragen. Kijkersvragen. Even, ik moet die bril weer op. Even kijken. Heike, 1976. Die komt uit 1976. Ja, ja. Hoeveel liter verf zit er op het schilderij? Oh jeetje, nou daar heb ik nou echt helemaal geen idee van. Nee, dat zou ik heel... Zijn er mensen die dat weten? Of is dat... Nou, dat is misschien wel uit te rekenen, maar ik weet het niet. Heike, interessant. Leuk dat mensen het willen weten, maar ik... Deze vraag doen we in het zakje, zoeken we op. Die onthouden we, ja. Maurice, 044. Welk schilderij zou je op je lichaam laten tatoeëren? Nou, ik zou het heel knap vinden als iemand... dat ding van net. Nee, ik hou erg van Anton Mauve. De mooie zeegezichten bijvoorbeeld, de stranden en zo. Maar ja, dat is niet echt iets wat je kunt tatoeëren. Even kijken. En Janice Wilner, welk kunstwerk ontroert je? Nou, daar zijn we vlakbij. Zullen we daar naartoe? Ja, ik wil eerst alleen nog weten welk schilderij jij op je lichaam zou willen laten tatoeëren. En of je dat durft. Nee, ik ben echt helemaal non-tattoo. Heerlijk. Dan houden we elkaar mooi in evenwicht. Maar wat ontroert jou? Wat ontroert jou echt? Nou ja, waar ik zelf heel erg in het museum... Ja, een beetje mijn kindjes zijn eigenlijk in het museum. Want dat krijg je natuurlijk als je op een gegeven moment dingen mag aankopen. Ja. En dat zijn de diorama's van Gerrit Schouten. Ja. En die wil ik je graag laten zien. Dat zijn een soort kijkkasten die gemaakt zijn in Suriname. En die zijn allemaal helemaal van papier gemaakt. Ja. En we zijn de afgelopen jaren in het museum heel erg bezig om meer aandacht voor Suriname, de Antillen in de collectie te hebben. En dit hele hoekje hebben we ingericht met die diorama's van Gerrit Schouten. En elke keer als ik hier ben, dan vind ik dat weer... Fascinerend ding. Hier zie je dat ook heel mooi. Dat is misschien wel leuk om nog even met de camera terug te komen. Er staat geboetseerd van papier door G. Schouten. En Gerrit Schouten en dan Fekit 1810. Ja. Dus een van de eerste diorama's die hij heeft gemaakt. Als je nou denkt, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Nou ja, je zit op het account van het Rijksmuseum. Dus we zijn in het Rijksmuseum, maar op een bijzondere plek. Ik ben Erik Kortom. Dit is Evelien Sint-Nicolaas. En Evelien... Is hier, heet dat echt conservator? Ja, conservator. Conservator. Ja. En ik ben geïnteresseerd. We hebben net het verhaal van Waterloo verteld. Maar we hebben nog één ding wat enorme overlap heeft en dat is deze afdeling. Want dit vind ik namelijk, al sinds dat ik als klein jongetje in het Rijksmuseum kwam, vind ik dit een afdeling waar ik altijd naar keek. Ik dacht, vroeg ik me af, is dit kunst? Ja. Dat vroeg ik me af, want het is een museum. Ik dacht, moet er kunst zijn? Maar ik dacht, oh, wat een mooie, verre werelden. En zo klein en zo fijn. Ja. Maar dat gaat over een heel groot deel van onze geschiedenis. Ja, want het zijn allemaal kijkkasten die iets laten zien van hoe Suriname, wat natuurlijk lange tijd de kolonie was van Nederland, eruit heeft gezien. En het is heel goed om te bedenken dat ze gemaakt zijn voor reizigers, voor bestuurders. Ja. Dus er zit een bepaalde visie achter. Het is een
Ja, het is echt als een souvenir moet je het zien. Dus ja. Je kunt je afvragen, dit is niet één op één de werkelijkheid. Maar laat me zeggen, als we naar deze kijken, dit voelt voor mij als gewoon een historisch beeld. Daar een uitzondering op eigenlijk. Want wat we hier zien is de waterkant in Paramaribo. Ja. En misschien heb je daar wel eens gelopen. Er is ook een waterkant nu in Amsterdam, dat heet niet voor niks zo. Ja, dat zit hier om de hoek, daar kun je heel lekker Surinaams eten. Hartstikke goede plek. Ja. Nou, dat is een verwijzing naar de waterkant in Paramaribo. En die ziet er eigenlijk nog steeds voor een deel zo uit, met houten huizen. En dat heeft Gerrit Schouten vastgelegd. En voor wie heeft hij dat nou vastgelegd? Voor die man die in dat huis woont met die groene luiken. En dat was, wie was dat dan? William Leckie, dat was een Engelse koopman. En die had een relatie in Engeland met een getrouwde vrouw. En de grond werd te heet onder zijn voeten. En ze zijn in 1800 besloten om een nieuw leven op te bouwen in Paramaribo. En ik noem dit wel eens de nachtwacht onder de diorama's. Hè, want het is zo uitgebreid en zo, er is zoveel te zien. En toen we dit konden kopen, een aantal jaar terug, toen heb ik hier echt weken voor gezeten. En elke keer zag ik weer iets nieuws. Maar nou zeg jij net, en dat heb je gehoord, dus, en ik weet niet wat het met jou doet, maar ik vind dit wonderschoon omdat het inderdaad in detail, maar jij zegt het ontroert me. Ja. Wat ontroert maar je? Maar dat is dan misschien het feit dat dat voor iemand is gemaakt, dat het een opdracht is geweest, dat we via dat object een kijkje krijgen in dat leven van die William Leckie. Het is natuurlijk ons geluk dat die connectie bewaard was gebleven. En dat je dan de geschiedenis in kunt duiken via die man. En dat als je dat dan een tijdje doet, dat je eigenlijk een beetje familie voelt van die William Leckie. Wat het mij nu doet, als klein jongetje stond ik er zo naar te kijken, vanuit ook dat dat gebiologeerde, maar wat het me nu doet is dat dit een hoekje is van onze geschiedenis, die in de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen, omdat we er steeds opener en eerlijker over dat vind ik een heel belangrijk, dat we meer aandacht besteden aan die geschiedenis. Ja. En dan kan je natuurlijk wel afvragen van, doe je, als je aan Suriname denkt, denk je ook aan de geschiedenis van slavernij. En doen we dan recht aan die geschiedenis door dit soort mooie kijkkasten? Ik denk als je naar details kijkt, kom je weer van alles te weten. Want dan zie je bijvoorbeeld dat de slaafgemaakte mensen, ik weet niet of de camera dat even kan laten zien. Kom eens hier thuis met die camera, doe eens even daar. Nee, dat groepje onder die boom, dat zijn mannen die dragen geen schoenen. En daardoor weten we dat het mensen waren in slavernij, want die mochten geen schoenen dragen. Ja. Want de Nederlanders vonden het heel prettig om onderscheid te kunnen maken. Mm-hmm. Dus we hadden ze die idiote regel ingesteld dat je als slaafgemaakte geen schoenen mocht dragen. Dus het is wel, het diorama geeft een heel mooi beeld van de samenleving en dat is zeker realistisch. Maar het is natuurlijk, we laten er niet de geschiedenis van slavernij mee zien. En daar zijn we, vind ik wel een belangrijke... Al best wel lang geweest. Maar dat gaat uit, dat moet ook uitgebreid worden, toch? Ja. Dat stuk geschiedenis valt in kunst en in wat hier, ook met de werken die hier hangen. Ja. En door alle eeuwen heen dat wel te verklaren. En nog verder uit te diepen. Hier staat Alex W., volgens mij. Die vraagt, waarom is dit belangrijk? Dat we dit doen. Ja. Ja, omdat we graag als Nationaal Museum het museum van iedereen willen zijn. Dus als jij hier komt met een Surinaamse achtergrond of met een Antilliaanse achtergrond, zoals mijn vrouw. En ik sta hier met mijn kinderen. En, hoe voelt dat? Dan moet je ook. Op een of andere manier moet het ook het museum zijn van jouw familie. Ja. Nou, ik zal je uitleggen hoe het voelt. Ja. Dat kan ik je namelijk uitleggen. En dan vanuit mezelf. Ten eerste dat ik hier met mijn kinderen kwam en die zagen dit. Die kenden natuurlijk de geschiedenis en weten. Ja. En die liepen hier doorheen en waren net zo gebiologeerd en net zo geïnteresseerd als ik daarin. Maar hadden nog steeds heel veel vragen die hier verder niet ter sprake kwamen. En ik vind het heel mooi en ik ben er heel blij mee dat het Rijksmuseum besloten heeft om in de loop der tijd dat verhaal steeds meer zich toe te eigenen. Want dat hoort bij ons als geschiedenis. Daar ben ik van overtuigd. Wat mij betreft is het daarom heel belangrijk. Ja, helemaal eens. Toch? Ja. S. van Deuren.
Welkom. Wat is je lievelingskijkkast, Evelien? Volgens mij staan we daarvoor. Ja. Dat is deze, hè? Ja. Ja, ja, dat is de, ja. Nachtwacht onder de diorama. Ja, de nachtwacht, ja, precies. Ja, dat krijg je toch. Ik kan me dat gewoon nog helemaal herinneren dat we die konden verwerven. En ook het laat Paramaribo zien in 1820. En een jaar later is dit deel van Paramaribo afgebrand. Ja. Dus het is ook nog. Ja, het is een soort tijdscapsule geworden eigenlijk. Het behoeft wel veel woorden misschien. Ja. Of, ja, je kan er naar kijken, maar je kan er nog veel meer over vertellen en lagen inleggen. Het mooie is dat als je er naar kijkt, dat komt door het driedimensionale aspect daarvan. Dit bijvoorbeeld ook. Dit geeft aan hoe het misschien was, maar het is tegelijkertijd ook een interpretatie door de maker. Ja. Van wat het is. Dus het zal voor een deel natuurgetrouw zijn, maar sommige dingen zal die misschien ook niet zo afgebeeld of anders afgebeeld mogen hebben. Dus het is, daar zit echt heel veel geschiedenis in. Dit is een in. Wat geïdealiseerde versie van het jaarlijks feest wat de mensen in slavernij op een plantage mochten vieren. Mm-hmm. Ik krijg ook een vraag. Leuk. En dat vind ik een hele fijne vraag, want dat vergat ik net te vertellen. Heeft het Rijks volgend jaar een tentoonstelling over slavernij? Ja, zeker. En daar zijn we heel druk mee bezig. En in de tentoonstelling kun je ook altijd meer doen dan je in je vaste opstelling doet. Dus we kunnen ook met bruiklenen andere accenten leggen. En we gaan proberen om een tentoonstelling te maken die de mensen echt aan het denken zet. Over wat het was om in slavernij te moeten leven. Is dat iets waar jij je specifiek mee bezig houdt? Ja, maar niet alleen gelukkig. Nee. We zijn met een heel team. We lopen nu in een doodstil, groot, stil Rijksmuseum. Hoe groot gaat die expositie worden? Is dat nog niet duidelijk? De hele Philipsvleugel. Echt waar? Ja. Gigantisch dus. Nee, dat is, en dat is echt. Ja, het wordt een heel, heel spannend en het is een ambitieus plan. En soms lig ik er wakker van. En soms denk ik van ik vind het zo belangrijk dat we dit gaan doen. En ik hoop dat daar dan ook weer dingen door veranderen in de vaste opstelling. Dus dat is ook. Die tentoonstelling staat altijd maar 3 maanden, maar we grijpen het echt aan om in het Rijksmuseum dingen te veranderen. Ja. Dus er komt een diversere pool van rondleiders bijvoorbeeld. Kijk, en daar ben ik dus heel erg blij mee. Dat was de reden waarom ik heel blij was dat Evelien dit wilde laten zien, want hier wilde ik ook heel graag naartoe. Ik hoop van ganse harte dat je er wat aan gehad hebt, want we zijn snel, het vliegt om. Vreselijk. Ja. Dat je er wat aan gehad hebt, ik in ieder geval wel. Ik blijf hier nog een nachtje, heb ik besloten. Ik ga een stukje fietsen. Evelien, mag ik je ongelooflijk bedanken. Ja. En heel veel succes wensen met het maken van die tentoonstelling, waar ik dan ook zeker naar zal komen kijken. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Je mag vragen blijven stellen. En voor de people who've been watching this for the last 30 minutes and thinking, what is that language that the people are talking? It's Dutch. And it sounds indeed like a throat disease. So if you want to recap this, next Friday it will be broadcast again, or it will be available with subtitling. So, on next Friday. But thank you for watching anyway. Dus dankjewel voor het kijken. Volgende week volgens mij een nieuwe. Volgende week gewoon een nieuwe. Weet je wat, daar kom ik weer. Ik wou net zeggen, kom jij weer, want we zijn nog helemaal niet klaar. Nee. We zijn nog helemaal niet klaar. Dankjewel. Fijn.